Ik heb beloofd een filmpje te maken van de Digital Reverb DR600 van Behringer. Ik heb een aantal dingetjes al een beetje uitgeprobeerd. Wat ik heb gedaan, ik heb de ingang A gebruikt en ik heb uitgang B gebruikt. Dat gaf voor mij het beste signaal. En dat heeft te maken met de dry en wet signal. Die gemaakt wordt door de eerste knop. Dat is de level knop. En die maakt het verschil tussen dry en wet. En die reageert het beste op de B. En om dat te laten horen. Oh ja, kan erbij vertellen. Je hebt de mode knop. Dan heb je de spring reverb. Plate reverb. Je hebt de gate reverb. Heel veel reverbs. Hartstikke lachen. En dat voor allemaal nog geen 25 euro. Te gek jongens. Maar hoe klinkt zo'n ding? Ik heb een beetje gezocht. Ik vond dit best wel een heel zwaar oké geluid. Stukje van Carlos Santana. Een stukje van Carlos en ik denk dat hij daar heel goed op reageert. Ik kan nog een stukje spelen om ook een ander signaal te geven, ander type speeltechniek van Steve Ray Vaughan.